Okay. Nou, wij willen weten wat Sjoen heeft. Nou, gaan we los met het feit dat het in Lemmer aardig winstje wie bij het begin van die start. De route wie heel simpel. Je gaat naar de Polderdiek, dan naar de haven van Lemmer, weer om, dan het strand en dan weer om. En dan de andere keer die in je dwars oer verzeld. Nou, het wie in de start een beetje ziek in van, wij zitten de kandidaten al hier. Wij zitten wat bovenin en ja, die zitten daar al hier naar beneden. Ja, Sibo Siesling zit hier, maar hier zit de man waar het echt om gaat. De jongens van Los, die zitten achter hem. Rechts aan. En er zit nog iemand weer beneden. Jelle Talsma. Er zit de meter nog beneden. En die komen leeg voort al hier. En die ziet de ziekje naar wat moest. Maar ja, er moest draait worden achter Meesken Loon. Maar misschien hoe dat gaat. Henk rechts, die draait hier. En die maakt achter Tony Brunnen Loon. Dan moeten ze wat heks voort gaan om daar langs te komen. En ze gaat het dus hultiet heen en weer in die posities. Want ja, de zenuwen die komen ik wat meer de oorhand. Dus dan draai je wat gauwer voort. En zo. Nou, Henk rechts komt daar achter langs. Dat is geen probleem. En Tony Brunnel kent voorlopig Trossil. Dan denk ik dat Tony Brunnel, want met Jelle Tals, maar ik achterlang, dan denk ik dat Tony Brunnel bij de diek de mooiste slagmeidje zil. Ziet de meter, denk je er ik nog van langs. Maar dat maakt het net op een of andere manier. En het zijn dadelijk zien, want denk je het verder van Tony Brunnel, maar ik weer achter Giel Kalsbeke aan. En dan maakt de jongens van Los ik weer achter. En ze maakt achter Sibo Siesling langs. En dan denk je dat het hele veel trokker heen leidt en dat Kees Jonker wel aardig heeg leidt. Nou, dit show je het even van de orenkant. Tony Brunnel achter Sibo Siesling langs, boven de jongens van Los. En het zit dus al hier in elkaar. En waar kwam goed voort? Walter de Vries. Walter de Vries hier, de hulle oren slag die komt mooi op bakboord op Tonsjan. Maar dat hier ik wel een stuurboord kennen, want hij had geen enkel lijn. Hij leidt een heul aan voor. En dat is voor de man uit Sleert natuurlijk een geweldige verrassing. En ik denk even dat zijn hart even opsprong is door dit badden. En dat er even omsjoen had van wat gebeurt je verderop. Want je verderop, ja, dat die een geweldige griebers natuurlijk. Al je kwam, ze woen beslist bakboord op die tonnen aankomen. Dus daar komen ze dan aan. Jelle Talsma ineens, die er tussen trorrekken. En die komt als tweede om tonnen. En dan komt heen rechts als tredde om tonnen. Nou, dat zit al hier heel dicht bij elkaar. Komt Sibo Siesling nog bij de. Maar Tony Brunnel achterlangs. Komt die dan toch wat naar voren? Nee, die maakt wat verder voort. Want die maakt nog achter een peren orenmeesken langs. Om bij die tonnen te komen. En ik, de jongens van Los, die ben voorlopig nog lang net bij die tonnen. Dan wordt het een heel oor idee van Scootjesielen. Dan kan de spanning samen bij waarom komen. Sjoe, dit is een vaderwien Los. Heerlijk vind ik dat beeld als je dan zou beginnen. Nou, Walter de Vries nog altijd voorop. En dan komt Jelle Talsma en dan komt Henk rechts. Dat is al hier geen probleem. Die man die redden er wel mee bij die tonnen. Maar dan komt de rest van het veld. Die matten zo'n breed om het tonnen. En Henk Keizer komt dan nog eens een keer achteraan. Dat is 8 breed om het tonnen. En dan moet je maar wacht je tot die oren eindelijk het zeil gooien. En dan moet je om die tonnen griemen. En ik denk dat de jongens van Los op dit moment zeggen van, ja, hier we joert maar net mij die, want dit is een verschrikking. En de jongens van Keizer die gaan eerst naar de vaargul. Daar iedereen erop denkt, nou, dat ze moeten het wedstrijd beter best hebben. Nou, dat zie je ze dan alweer zelf maar uit. Maar dit is dan het cruiserik. Walter de Vries bovenin, Jelle Talsma daar in de midden. En dan komt Henk rechts daaronder. En benamen Henk rechts, die zullen het in deze wedstrijd zwier krijgen. Maar die krijgt die het omvallen van achteren. En Jelle Talsma die tinkt voorlopig om dat tweede plakje. Walter de Vries kent hem net zo volle skillen. Dat rekert hem net in het klassement. En Walter de Vries die kent dus mooi voortkomen. En die had geen enkel probleem. Ja, je moet even om die tonnen zijn. Dan dat is het enige probleem wat er had. Maar hij had ineens, ik word voel dat het al wat sneller gaat. Hoe gaat het erachter? Jelle Talsma die komt er goed terug. Dat is geen enkel probleem. En dan komt Sibo Siesling al oer Henk rechts heen. Om even zijn positie te kiezen. En Henk rechts die zei van, ja, voorlopig moet ik hem zien gerakje aan. En dat betekent dat Sibo Siesling nog wat tred is. En dat hij de oorvaller wordt op Jelle Talsma. En we hebben de jongens van Los nou eigenlijk. Ja, die zullen hem daar heel vier in de vierte nog zien. Die komen er net doorheen. En ik, Tony Brunnel, die komt er nog net echt doorheen. Al komt er al wat dichterbij. Maar hier zit bijvoorbeeld Kees Jonker. Die komt als vierde terug. En die zal ik goed meidwaan in deze wedstrijd. Met een prachtige top. Ze koelt in zier. Nou, hier komt dan Tony Brunnel. Die zitten een beetje meer naar achteren. En dan zie je hem alweer op de achtergrond. De jongens van Los. Die komen net goed los, zat dat dan hier. En Tony Brunnel die besiekt wanhopig naar voren te komen. Want hij is hier twaalf in het klassement. Dat moet dus gebeuren. De jongens van Los komen op het tonnen. Fok je, verruil je. Want het maakt oors. Je moet dan naar voren wollen. Je had toch vier keer won in deze weken van de IFK's. Het moet toch wollen. Maar het wol net echt met de jongens van Los. Jelle Talsma komt prachtig door. In een duel met Sibo Siesling. Wat echt heel schitterend weer. Ik
weet net als ze volle tijd voor hen hebben, maar dat is het dan. En die jongens van Los, het wil nog altijd net. In het vader Wien. Die komen er al, ja, ze zetten alles bij elkaar en zo somber zitten ze er dan. Ze zijn helemaal verslijn. Dan ga je het kampioenschip zat dichtbij en dan wil het in zijn wedstrijd helemaal net. Hier komt de man uit Sleert, die zei van, lid mij het dan Joert maar eens even winnen. Ik vind het een prachtige prestatie van hem, maar dat voorseizoen wie ik net al te ver. Tony Brunel beziek het naar voren te komen. Mat even achter Henk rechts langs. Dat ken dan nog, maar hij komt wel dichterbij. En Henk rechts, die zakken tussen een beetje oud, want die mat Kees Jonker, ik farm litten. En dat vindt het net aardig. En een shot had ik een beetje soer, want hij, ja, dit vindt het net lekker, zeg maar zeggen. Nou, die beide mannen, die strijden dan op het tweede plekje. Ja, even dicht bij elkaar, West Sibo Siesling komt er in het Vaderwieserek even boven. Maar dat hindert al je neer, want Jelle Talsman zit aan de goede kant van de tonnen. Jongens van Los komen al wat dichterbij. Ze pakken de verwisseling eens even. We komen wat dichter, maar het is drok aan boord. Ze werken als idioten al jaar. Maar er komt er neer van, want dit is de man die het Joert al jaar doet. En dat is de grote verrassing van het IFK-scootjesiel op de Lemmer. Hij had een keer kampioenwest van de IFK's. Denij er wat voortzakken. Maar misschien kent er via wat er no phone had bij Waarom komen. Want hij die het vreselijk goed. Want hij Ronnik hult dit uit op Jelle Talsma en Sibo Siesling. Die het misschien wel wat te volle met haar beiden ziet. Sibo Siesling die beziekt het nog even om dichter bij Jelle Talsma te komen. Het beeld is zo mooi. Dan laten we dit even steen. Maar die beelden zijn prachtig natuurlijk. Michiel Kalsbeek die gaat Henk rechts voorbij. En die komt ik nog wat naar voren. En dus Gosten zitten te zien. Nee, de man die dan de winnaar wordt van het scootjesiel op de Lemmer. En dat is Walter de Vries. En hij ontstekt dadelijk in grote vreugde zelfs op het achterdek van zijn scootje. Hij springt die dek en hard. Het is zilver geen 3 mm. Nou, dan zou je de jongens van Los nog altijd achter Tony Brundel. En die beziek je daarboven te komen. En dan is Tony Brundel te let. En dan komt het net goed bij. En dan zitten de jongens van Los. Wij zijn dus de zonde in deze wedstrijd. En de spanning zit in het klassement. Maar dat krijg je van Duke. Nemen we de noemers 1 en 2 en 3 dus nog even. Walter de Vries, Jelle Talsma, Sibo Siesling, Kees Jonker, Fjouwer, Henk rechts, vijfde uiteindelijk, Michiel Kaalsbeek, zegde, dan Delmer en Jelle Los. 8 Tom Brundel, Jochem Martin Vlasbloem en Given uit Sien, Jeroen de Vos. En zo zakje we naar onderen, komen we in de onderaan. Kees Riesebos, waar 14e, Freddy van der Heijden, 15e en zegje Robert de Jong. Benijd ben we zelfs naar het klassement, want daar gaat het om deze laatste dagen. De Los Boys op een eerste plak met 10,6 punten. Dan Jelle Talsma daarachterom met 15 punten. Sibo Siesling 16 punten. Tom Brundel 9 en Henk rechts 9,5. In theorie al hier nog mogelijke winnaars. Dan komen we in de 30 punten met Michiel Kaalsbeek, Kees Jonker, Saan 30, Jeroen de Vos 40, Henk Keizer 43, Walter de Vries het een komma Jochen achter zijn punten, altijd mooi maar zo'n overwinning. Dan Sietemeter, Martin Vlasbloem en Robert Jong. En ja, dan zitten we toch echt in de degradatiekandidaten. Freddy van der Heijden 14, Peter de Koe 15 en Kees Riesebos op een 16e plak.